Goedenavond. Nog maar 20 jaar geleden waren Nederlandse truckers heer en meester over de wegen van Europa. En nog verder, tot Afghanistan aan toe. Het leven van een trucker was romantisch, vrij en sexy. Dus in de jaren 80 had het truckersleven nog zo'n glans. Op de radio hoorde je truckersvolkslied met de vlam in de pijp. Scheur ik door de Brennerpas. We waren trots op dat beroep en meteen op ons land. Want het was toch maar mooi, dat kleine land dat je door heel Europa zag op zere wegen. Ja, mijn vader was het ook. 65, 66 ben ik begonnen als chauffeur. Ik vond het gewoon, en nog altijd, ik vind het het beste beroep wat er is. Het mooiste beroep, echt. Je komt overal, je ziet heel veel, je komt met heel veel mensen in aanraking. Ik zou nooit anders meer willen. Echt niet. Dit was de auto waar we toen mee werkten. En als je dat nu ziet, dan is het mogelijk dat je hier met de twee kinderen, vrouwenbewachting, dat je dan een week of 14 dagen van huis ging. Ja, dat doet me nu nog lunderen. Klinkt heel raar, maar dat is wel zo. Ik ben dus van jongs af aan heel slechthorend. Dus onder het rijden, daar had ik met niemand wat te doen. De eenzaamheid. Het mooie van op de weg zijn. Altijd genieten. Hoe verder, hoe liever. Hoe verder, hoe liever. Bij mij, als ik 2 keer naar Barcelona was geweest, dan zei ik, god, alweer naar Barcelona, heb je niks anders? Ja, hier was voor het zuiden van Italië, of naar een Oostblokland, of naar Scandinavië. Vond ik heel erg mooi. Ik vond het gewoon schitterend. Hilversum 3. Truck, VARA-programma voor vrachtwagenchauffeurs. Roll on, big mama. Ik heb dat programma gemaakt van 1973 tot 1984. Programma gericht op vrachtwagenchauffeurs. Omdat ik vond dat, proefondervindelijk had kunnen vaststellen dat vrachtwagenchauffeurs weinig kranten lezen, omdat ze daar geen tijd voor hebben. Dus als je informatie wil geven, radio. Ja, exact. Ik begrijp precies wat u bedoelt. Eigenlijk wordt u de dupe ervan. Ja, natuurlijk. Maar wat voor onderwerpen zaten er in dat programma? Eigenlijk alles. Zowel de sociale omstandigheden, de gezondheid, het eten. Eigenlijk alles wat je maar tegenkwam en wat hun zou kunnen interesseren. Wat vond u zo leuk aan dat wereldje? En aan die chauffeurs. Beetje eigen gereden mensen. Toch leuk. Gewoon ideeën hebben van. Ja, ze hadden ook het idee van. Wij zijn een aparte groep. Wij doen ons werk alleen. We hebben weinig te maken met onze bazen. Allemaal ideeën die niet helemaal waar zijn, die niet kloppen. Maar wel een stukje. Ja, dat hoort wel bij het leuke van mensen. Een stukje fantasie hebben. Prachtig. Roll on, big mama. De rijtijden van de chauffeurs zijn niet onbeperkt. Maar die uren worden aanvankelijk bijgehouden door de chauffeur zelf, in het zogenaamde werkboekje. Nou, die boekjes die waren op kantoor ingevuld. En dan kwam af en toe kwam de senior. En dan zei hij van, geef me eens eventjes, doe eens wat handtekeningen zetten in de werkboekjes. Dat werd een leugenboekje genoemd. En niet voor niks. Den Haag wil dan ook van het werkboekje af. Daarom wordt de tachograaf ingevoerd. Een apparaat dat de rijtijden veel beter kan registreren. Daarmee kan het aantal overuren van vrachtwagenchauffeurs worden aangepakt en de veiligheid op de weg verbeterd. Maar er volgt massaal protest. Veel chauffeurs zien hun vrijheid aangetast. Als ik donderdagavond in Italië gelaaid ben en ik rijd er weg, dan kan ik dit weekend niet meer thuis wezen. Dat is de praktijk de hele dag.
Vaak op aandrang van de werkgevers werden grensovergangen en wegen bezet. De chauffeurs zagen in de tachograaf een rechtstreekse salarisvermindering. Er wordt nog meegedaan. Ja, maar dat was voor de werkgevers, niet voor onszelf. Legt u ze uit? Ja, maar die werkgevers hadden er geen belang bij. Maar daar konden wij niet zoveel uren maken. He, dat lag de duim dik bovenop. En vandaar dat die staking toen ook gesteund werd door de werkgevers. Ik denk dat dat alleen maar gunstig was. Een zekere controle. Dat je niet 12 uur aan één stuk kon rijden. Kijk, het gaat niet. Er zitten niet alleen vrachtwagens op de weg. Er zitten ook andere mensen op de weg. En een chauffeur die 15 uur achter elkaar rijdt. Dat maken ze mij niet wijs dat hij zo alert is als iemand die 2 uur achter te sturen heeft gezeten. Het blijft toch ook fysiek een behoorlijk zwaar vak. Ik heb nog een hele oude. Ik heb nog een van de eerste, een rammeltachograaf. Dat is een tachograaf die wat alleen maar functioneerde als de auto reed. Die zette ze op het dashboard voor. En als de wagen bewoog, dan rammelde dat. Kon je daarmee sjoemelen dan? Als je hem zo plat legde, dan deed hij het niet. Een wet is gemaakt om te overtreden. En niet voor wat anders. En zeker op dit gebied. Ik weet chauffeurs, die hebben zo'n ding wel eens opgevreten. Nou, dat is toch van een zotte. Maar daar ben je wel ver heen, denk ik. En daarna ook nog honger, ook volgens mij. Ja. Wij zijn om je te veel te vermoeien. Vrij om met je rijtijden te knoeien. Vrijheid voor de baas, om ons te misbruiken. Vrijheid voor ons, om de wet te ontduiken. Leveren vrijheid weg met de dag omgaan. Als je niet vrij meer liegen mag, vervalsen en bedriegen mag, dan, kameraden, ben je een slaaf. Gaan ze overstreken wat op zich wel vaak een avontuur. In die zin, als je in Duitsland was of in Oostenrijk was, ja, waren gewoon rotkeels. Dat waren van die muggenzwifters met papieren, met stempels. Je liep daar van de ene hokje naar het andere om daar een stempeltje, daar een stempeltje, daar een stempeltje. Je werd afgesnauwd. Het was gewoon een hele andere mentaliteit. De Belgische grens begon het al. Dan zat je eerst al te klooien met de Belgische douane. Als je dan een tientje ertussen donderde, dan was je er zo over. En dat ging naar Frankrijk ook, zoals een uren voor de grens te wachten. Nam u wel eens wat mee uit het buitenland? Ja, tuurlijk. Een slofsigaret of een flesje drank. Op een gegeven moment, maar vloedjes was heel erg in voor ons. Dat was aantrekkelijk. We kosten zo'n doos sloetjes voor een tientje. En we gingen hem van 100 gulden weer verkopen. Ja, kijk nou. Ja, hartstikke bedankt. Eet ze. Kijk, en als wij in Spanje deed ik laden. En als je dan naar Zweden ging, dan nam je de drank mee. En dan deed je in Zweden verkopen. Dan kreeg je 100 mark voor een fles whisky of rum of wat ook. En dan kwam je terug via Denemarken. En toen begon die pornoboekjes uit te komen. Ja, als je dat nu ziet, dan schiet je in de lach. En dan kocht je bij een tankstation kocht je van die seksboekjes. Dat zeiden dan porno, maar het was gewoon seksboekjes. En die nam je mee naar Spanje. En dat werd grif voor betaald. Ja, dat is toch mooi. Is toch mooi. Oh, wat gebeurt er nu? Hij gaat graag door. Ja. Nou, ik kon hem net... Ik kon nog naar de tijd pakken. Dat was de gladheid. Ja. Hoe vaak was u eigenlijk thuis? Nooit. Allee. Ja, dan praat ik niet het weekend van vrijdagmiddag tot maandagmorgen. Dat was al sowieso een kunst om dat klaar te krijgen. Maar ja, het was misschien op een jaar tijd, misschien 5 zondagen thuis, 6 zondagen thuis. En wat vonden ze hiervan? Dat waren ze gewend. Want een chauffeur is niet alleen een chauffeur, hoor. Het bedrijf neemt alleen niet de chauffeur aan. De bedrijf neemt ook de vrouw aan. Want als jij een vrouw hebt wat niet kan, nou, dan werkt het absoluut niet. Dan keek je niet naar een uurtje meer of minder. Want dan, we gingen naar Joegoslavië toe, daar hebben we ook veel naartoe gereden. Naar Zagreb, Sarajevo. En dan kwam je thuis op donderdagmorgen. En dan kwam
een van de directeuren kwam naar je toe, meestal de oudste van de boer. En die dan zei hij, rij nog even naar Barcelona. En dan gaf je 300-400 euro en gulden. En dan ging je nog een keer naar Barcelona op donderdag. En dan was je zaterdag weer thuis. Maar denk eraan, dan had je wel een week van 700-800 gulden. In de jaren 70. Want de chauffeurs moeten het vooral van hun overuren hebben. De gewone lonen bij een normale werkweek zijn laag. Hoeveel verdient u als u 44 uur rijdt in de week? Als ik 44 uur rijd, dan kom ik dus aan een netto loon van plusminus 158 gulden. Is het in principe mogelijk om 44 uur te rijden als u dat zou willen? Nee, dat is dus als u internationaal rijdt niet mogelijk. Een gemiddelde internationaal beroepschauffeur die zit tussen de 70 en de 80 uur in. En dan zat je nog fit achter het stuur? Nee, natuurlijk niet. Fit op de rit. Dat is iets wat anders is, maar in ieder geval, je kon niet fit achter het stuur zitten op zo'n moment. Echt niet. En ik weet ook zeker dat er heel veel ongevallen door zijn gebeurd. Ongelukken meegemaakt? Ja. Ik heb zelf eens een keer een meisje doodgereden in Groningen, maandags morgens. Een meisje van 15 jaar. Niet uw schuld? Nee, gelukkig niet. Maar ik bedoel, dat zijn allemaal dingen, hoor, die... En die blijven je bij. Iedere keer als ik te langs kom, dan zie je dat. Hè? Dat vergeet je nooit. Ondertussen blijft de onvrede over de lage cao-lonen en het grote aantal overuren bestaan. Maar de truckers zijn moeilijk te organiseren, te verspreid, te individueel. Zo'n vrachtwagenchauffeur werkt alleen. De kansen... Kijk, bouwvakkers praten met elkaar op de bouw. De vrachtwagenchauffeur zit alleen in die cabine. De kansen dat hij met zijn collega's praat zijn vele malen minder. En dat speelde een rol. Ze werden ook tegen elkaar uitgespeeld. Eind 1985 leidt het wel tot uitgebreide acties. Vrachtwagenchauffeurs leggen grote delen van het land plat. Was u erbij? Yep. Ja, daar was ik zeker bij. Chauffeursacties komen de nacht ook in Groningen en in Friesland. Tegen 9 uur vanavond kwamen ruim 500 chauffeurs bijeen in de stad Groningen. Dan waren we allemaal acties. Rotondes dichtzetten en zo. En opritten afzetten en wegen afzetten, verder de grenzen dichtzetten. Waar ging die staking over? Ja, voor lonen en zo natuurlijk. Want je verdiende veel te weinig. En dat is allemaal loonwerk waar het om draait. Kijk, maar je moet je geld kunnen verdienen over 40 uur en niet over 80, 90 uur. Want dat was, en dat is nog het probleem. Maar als je dus werkt en je werkt voor de cao, nou dan is het geen vetpot. Dan is het geen vetpot. En daarom, door de overuren, kreeg je extra geld en dergelijke. En dat maakt het goed. Dan kom je de zaterdagavond om 9 uur thuis. Terwijl er dus een schoonzusje van je verjaart. En terwijl er dus een truckersbal aan de gang is. Daar kun je niet naartoe. Dan kom je de zondagmorgen kom je aan de zaak. Dan moet je nog overal laaien. Daar krijg je geen ene godverdomme voor betaald. En dat vind ik het tragische. Dat sommige bazen daar ook op een manier mee omgingen die absoluut niet kosher is. Waar je dus echt kunt zeggen van, hoort dat zo? Kom je dat elders in het bedrijfsleven ook tegen? Verkeer met bestemming Duitsland en België moet voor alle grote grensovergangen rekening houden met langdurige vertraging. Verder zijn er stremmingen op de A2, het knooppunt Deil in beide richtingen. De N2 bij het knooppunt Vught in de richting Tilburg. En de A7. Hoe is het afgelopen met die actie? Weet u dat nog? Nou, de afloop was dat we er een paar centen bij krijgen. Kijk, maar weet je waar je van afhankelijk bent? Je bent van de mensen afhankelijk. En ik vind het en triest dat als je dus met een kleine groep mensen die acties doet, dat een hele groep andere mensen ervan mee profiteert. Dat vind ik heel slecht. Maar goed, de staking is afgelopen. U komt terug bij uw baas. Wat zei hij tegen u? Nou, dat was niet best natuurlijk. Met twee man zijn wij dus geschorst, omdat wij hadden zogenaamd een auto meegenomen, wat dus niet mocht. En die auto gebruikt in de blokkade? Die hebben wij gebruikt in de blokkade. Ik zit nu 20 jaar op een vrachtwagen, dik 20 jaar. En dat ze je zo gaan pakken. U maakt ze er echt kwaad over, hè? Ik maak me er ook kwaad over. De
Oost-Europeanen. Steeds meer op de weg gekomen sinds de grote uitbreiding van de Europese Unie. 2004, met lagere lonen dan bij ons. En ook de koele cijfers laten de gevolgen zien voor de transportbedrijven in ons land. Dat zijn er minder nu, met minder chauffeurs. Hoewel, dat is nog wel het meest veranderd sinds de goede tijd. Mensen willen niet meer op de wagen. Truckersleven voelt niet meer als sexy.